Goedemorgen meester, vandaag een standaard intercityritje van Zutphen naar Zwolle. Er zijn geen bijzonderheden behalve dat je van spoor 3 Bravo vertrekt in verband met de vertraagde intercity naar Roosendaal. Veel succes! Welkom bij een nieuwe video van Train Simulator. En vandaag rijden we met Nederlands trots, dat wil zeggen DDZ. De een vindt het rommel, de ander vindt het geweldig. Ik vind het geen van beide. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik vond de MDDM leuker. Terwijl hier... Het is hier zo mistig, de spoken die lopen hier door mijn trein heen. Wij staan op station Zutphen en wij zijn direct getuigen van iets wat niet meer mogelijk is. Namelijk een aanrijding met een spook, maar dat is niet erg. Namelijk een trein die gebruik maakt van het hier nog bestaande wissel naar station Zutphen, spoor 3A. Want deze wissel is inmiddels gesloopt door ProRail onder een bom. We hebben het toch niet nodig in de dienstuitvoering. Goed, tot de eerste trein 5 minuutjes vertraagd was. Toen hadden ze hem ineens wel nodig, maar toen was het er niet meer. En toen was het bende. Maar goed, dat terzijde. Hebben wij de deur al open gedaan? Dat hebben wij nog niet gedaan. Dus het was wel eens tijd om te doen. Want ik weet niet hoe laat we al weg. 33. En we staan hier op station Zutphen. Dat hadden jullie natuurlijk al gezien. En we gaan helemaal naar Zwolle over de IJssellijn, gemaakt door NL Jurf. En er is een kleine bijzonderheid te vermelden over deze route. En dat is, hij is te verkrijgen op de website trein.nl. En de website trein.nl die gaat ermee stoppen. Panikalom. Dat is de laatste plaats waar deze route nog te krijgen is. Dus op het moment dat deze route, dat die website offline gaat, gaat deze route ook offline. Voor zover wij weten gaat die niet verplaatst worden naar een andere website. Dus ja, dan moet je wat. Dus als je deze route nog wil hebben, ga naar trein.nl, download de route. En download hem zo snel je kan, want als hij weg is, is hij daadwerkelijk weg. Finito, klaar. Toedeloen. Wij vertrekken ondertussen naar station Deventer. Misschien zal er als ATB even aanzetten, is wel zo netjes. En wij mogen 60 km per uur rijden, als onze ATB dat ook toe wil laten. Dank u zeer. Hier een bordje met 80. Zie ik daar nou een cijfer naast of ben ik nou blind? Dit is een lantaarnpaal toch? Nee, het is 80. Het is toch 80. Ik vond het al zo gek, want ik denk, we krijgen een snelheidsverhoging, maar ik heb een groen sein met 60 gezien. Dus ik was even in de war, mag ik wel optrekken, maar ik denk, ja, het was een groen sein en geen geel 6 of zo, dus het zal wel goed zijn. Maar het was goed, dus dat is goed. Was goed, daar hou ik niet van. Ja, nou, hier de wissel naar rechts en hopelijk gaan we hier niet nog een keer naar rechts, want dan hebben we een groot probleem. Dan hebben we namelijk geen draadje meer om onze stroomafnemer tegenaan te zetten. Hier aan de linkerkant zagen we de oude structonlok. Nou ja, de oude structonlok, de nieuwe. Inmiddels is deze lok volgens mij opgestickerd, de 1756. Emgerts, ook welkom. En we duiken het IJsseland in de mist. Dat is een huis wat er wel heel goed uitziet door de mist heen. Dutch Train Fan die vraagt: hoe oud zijn de DDZ, de SLT, de ICMM van Chris nu al? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat de DDZ op dit moment een van de oudste treinen is van Chris.
Wanneer die exact is uitgekomen, weet ik niet. Maar dat zal, ik denk, een jaar of 10, 11 geleden geweest zijn nu dat hij uitgekomen is. 2012? Rutmeneer heeft een scenario geredeemd. Ik zal even kijken, clip. Want dit was wel het laatste scenario van vandaag, was de planning. Dus dan gaat hij naar de volgende keer. Even kijken. Dit is een DDR op de oude lijn. De redeem van, even kijken, ik heb de clip neer, ik heb je punten even teruggestort. Want de stream die eindigt zo, dus die kan je de volgende keer gewoon opnieuw redeemen als je dat wil. Dan moest ik even zoeken waar dat precies zat. Ik had ook je punten kunnen houden en vervolgens je scenario niet kunnen spelen, dat is eigenlijk een betere oplossing geweest. Ja, maar dan ben ik het weer vergeten. Nee, in ieder geval, de redeem die zou in principe maar één keer per stream moeten werken. Dus ik zal eventjes checken of de redeem niet te kort is. Vandaar. Daarom refund ik je ook. Eigenlijk zou je hem niet moeten kunnen redeemen op dit moment. Ik weet niet hoe lang er momenteel tussen zit. We zien een AI-trein in de mist. Het is een goederentrein, een containertrein. Op weg richting Arnhem. Waarschijnlijk naar de Betuwe route. Even kijken, hoeveel is het nog in Zutphen-Deventer? 6 kilometer. Oh, dat redden we wel. Dat redden we makkelijk. Nou, het had een bijzonder gezicht zo in de mist. Dan zie je in de verte dat lampje opdoen en dan weet je dat ze het zijn. Heel in de verte zie je de volgende ook al, die is ook groen. Het is, ik vind het bijzonder dat er tussen Deventer en Zutphen nooit extra stations gebouwd zijn. Er hebben ook volgens mij nooit sprinters tussen het station gereden, voor zolang ik me kan herinneren. Er reden vroeger wel stoptreinen tussen, ik dacht, Zwolle en Deventer? Of gingen die toch door naar Zutphen? Nee, dat kan niet. Die gingen niet door naar Zutphen, want daar is geen ruimte. Ja, of misschien gebruikten ze daar dus dat kruiswissel voor. Ik weet het niet precies. Jurgi gaat vandoor. Tot de volgende keer, Jurgi. Graag gedaan voor de stream. Hopelijk tot een volgende keer. Dankjewel voor je abonnement. En nog een fijn weekend. We komen zo direct bij Snippeling aansluiting. Ja, zo heten deze wissels hier verderop echt. En zoals je zag, ik heb bij Zutphen opgetrokken naar 140 km per uur. En ik heb gewoon laten rollen en ik reed hier bij de borden 110. Ik heb een klein beetje bijgeremd, dat was niet de bedoeling, want ik dacht dat we naar 80 moesten remmen, niet naar 110. Dan ik even iets, ik zat even naar links te kijken, naar mijn andere scherm, naar de chat. Zo direct komen we bij station Deventer. We moeten zo direct wel afremmen naar 80. Een beetje later doorremmen naar 40 km per uur.
Hier de spoorlijn uit Almelo. En hier de borden afnummer 80. Zo naar het station van Deventer. Zo direct aan de linkerkant krijgen we de goederensporen van Deventer. Eerst met een klein omloopspoortje voor de locomotieven. En daarna wat meer sporen voor de goederentreinen en ook voor de Nederlandse spoorwegen. Die daar al hun troepen en treinen neerzetten. Afrembord naar 40. Hele lage remstand, want ik weet dat het stuk naar Deventer station nog best wel ver is. Ik wil zo langzaam mogelijk remmen, zodat ik zo lang mogelijk de snelle snelheid hou, zeg maar. Deventer gaat in de toekomst worden verbouwd. Als het goed is, gaat dan waar die goederentrein hier links nu staat, gaat weg. En dan kunnen de treinen gewoon in- en uitrijden over de tussenhaakjes normale sporen met normale snelheid. Ik dacht 80 km per uur of 60. Je hoeft er in ieder geval niet meer met je Berlijntrein over het hele emplacement heen te rijden. Dat scheelt al een hoop. Dus dat is wel een goede zaak, dat Prodo dat eindelijk een keer gaat aanpakken. Of heel Deventer naar 80 ging, dat weet ik niet. Want de bocht bij Deventer, als je richting Apeldoorn Amersfoort rijdt... Kijk, en perfect bij de 4. Tring, tring, tring. Die is wel 40 km per uur. Ik weet niet of ze die ook gaan oprekken. Maar treinen uit de richting Zutphen, of uit de richting Zwolle, pardon, die kunnen wel sneller binnen en buiten rijden. Waar moeten goederentreinen dan op Deventer stoppen? Ja, op Deventer goederen. Weet ik niet precies. Ook de goederensporen gaan op de kop, want NS krijgt meer sporen, had ik begrepen. Heel even op de radar, we moeten stoppen op Deventer spoor 4. Oh goed, ik heb Daniel Sintes wakker gemaakt om te janken, hoor ik. Ik begrijp ook dat het middenspoor van Deventer eruit ging, want dat was ook al dat was ook weer te duur, te veel wissels. We kunnen straks alleen maar omlopen via perronspoor 1 en 3. Nou, dat wordt wat. Hé, daar is ineens het bordje 6. Even wat harder remmen. En dan zijn we aangekomen op station Deventer. En zelfs met het ECR rijden wat ik net deed, zijn we nog een minuut te vroeg. Ruim op tijd, kun je wel stellen. Hier de trein naar Enschede. Oh, herstel. De trein naar Roosendaal. Die rijdt meestal niet met ICM, soms wel. Dus ik dacht even dat dat een... Oh, die mag op geel knipper, mag hij weg. Dat is bijzonder. En wij gaan om 46 weer rijden. Dat is over ongeveer 1 minuut. Maar eerst gaat het trein naar Roosendaal vertrekken. Dus er komt hier een andere trein binnen. LTE binnen met een steenslagtrein. Daniel Zitten zegt spoor 2 gaat weg. Wij kunnen niks meer. Saneringswaanzin is het. We gaan straks alleen maar omlopen via spoor 1 of 3. En aangezien dat hier natuurlijk heel druk is, zal je wel heel lang moeten wachten elke keer tot de NS en zo weg zijn.
Met die twee treinen duiken wij snel onze cabine in. Precies op tijd om te vertrekken. De deuren zijn gesloten. De groene lamp is aan. En wij gaan vertrekken richting Zwolle. En we stoppen onderweg nog op station Olst. Op station Weijen. En eindstation is Zwolle. Stel dat je beunhazen zie je kan staan. Oh, er zijn hier mensen helemaal niet blij met de verbouwing van Deventer. En waarom gaat Spoor 2 eruit dan? Is dat gewoon saneerd? Of hebben ze dat nodig om die bocht te kunnen verruimen? Serie 2K, heb je ook iets van Limburgs? Ik heb een fictieve route die een beetje op Limburg lijkt. Maar niks realistisch, helaas. Hier rechts staat er nog een Wirm. Terzijde. Ja, terzijde. Terzijde is dan wel heel dramatisch. En wij gaan optrekken naar 130 km per uur. Op het enkelsporige stuk tussen Olst en Deventer. Naar het schijnt is het tweede spoor hier ooit weggehaald. Dat ze het ijzer konden gebruiken om wapens te maken, was het toch zoiets. Het is nooit teruggelegd. Toen de bovenleiding kwam, hebben ze wel rekening gehouden met een tweede spoor. Dat kan je ook duidelijk zien. Maar ik heb begrepen dat de bovenleiding in het echt, dat die te dun is. Dus de spoorlijn van Olst naar Deventer die is gebouwd met een profiel, een omgrenzingsprofiel heet dat. Dat is dus het profiel waarin de trein moet passen, zodat hij nergens tegenaan botst, zoals de brons of de bruggen of de zijden zelfs. Met een kleiner omgrenzingsprofiel dan de rest van Nederland. Dus als ze het nu zouden bouwen, zouden terugbouwen, dan voldoet het spoor niet meer aan de regels van ProRail. Met andere woorden, als ze hier dubbel spoor willen maken, dan moeten ze een hele nieuwe spoorlijn bouwen. Als we nu naar links en rechts kijken, dan lijkt het net alsof we door één groot niemandsland rijden, zo met die mist. Hier nog een boerderij. Overweg. In het echt zit er een TSB, een tijdelijke snelheidsbeperking voor alle onbewaakte overwegen. Ja, de koeien staan hier netjes in de wei inderdaad. Mooi Srem, dankjewel voor je koeien in de wei. Ik begreep dat hier men dus Intercity wilde versnellen door stoptreinen in te leggen. En ik weet dat ze in het verleden wel stoptreinen hebben gereden. Zodat je één keer per uur of één keer per half uur had je een stoptrein en de andere half uur had je een Intercity. Maar dat is, op een gegeven moment is dat weggesaneerd, wegbezuinigd en toen stopte de Intercity op alle tussengelegen stations. Maar ze willen hier eigenlijk wel weer de stoptrein terug hebben. Maar goed, toen gingen de steden als Weijen en Olst op hun achterste benen staan. Want ja, die hebben nu een Intercity. En die willen we niet kwijt. Dus de Intercity mag niet weg. Nou ja. Het was nog lang onrustig in de IJsselvallei. Of hoe het ook heten mogen. Ik vind dat een Intercity gewoon niet moet stoppen op al die kleine plaatsjes. Weet je wel, gewoon Zwolle, Deventer, Zutphen. Zelfs Zutphen misschien overslaan zou kunnen. Maar goed, het is een belangrijk overstapstation. Dus ja, moet je gewoon stoppen. Dieren, bij dieren. Nou ja, dieren, waarom stop je dieren? Weet je wel, naar Arnhem. Ik heb
kijken. Heb ik al een 90? Dus die zou hier moeten komen. Nee, nog niet. Ja, we hebben het over een intercity, hè, Daniel. Dus ik zal even moeten nazoeken hoeveel mensen er in Dieren wonen. Ik geloof zeker dat het een lokaal een groot station is, hoor. En Zutphen inderdaad vier belangrijke richtingen. Nou ja, belangrijk, weet je, naar Apeldoorn en zo. Maar het is wel een heel groot, groot overstappunt natuurlijk. Dan vind ik dat Zutphen eigenlijk voor zijn grootte nog best wel een slechte treindienst heeft. Laten we eerlijk zijn. Wij komen ondertussen aan op station Olst. Het derde spoortje aan de linkerkant. Dat gaat binnenkort ook gesaneerd worden. Want het wordt toch nooit gebruikt. Aldus ProRail. IC-Berlijn aan. We zijn net op tijd binnen. IC-Berlijn hoeft niet te remmen. Iets te laat geremd. Maar het scheelt niet veel. Kijk jongens, het is precies. Het lijkt wel een AI-trein. Is het sein al groen? Ja hoor, het seintje is al groen. Even een kijkje nemen in het passagiersaanzicht van de DDZ. In de eerste klasse kunnen we zitten. Enkele stoel. Deze trein, gratis internet, straks kunnen we niet lezen. En wij gaan er snel weer vandoor. Het volgende station is station Weijen. Bonk. Actuele reisinformatie. Want dat is leuk. En we rijden de mist weer in. Hier aan de linkerkant zag je een bordje VS. Dat is het bordje verkeerd spoor. Dat wil zeggen, als je hier op het linkerspoor zou rijden in de richting van Zwolle, dat je dan geen beveiliging hebt. Dus inmiddels is dat gefixt. En ProRail heeft dat opgelost door elk derde sein een P-sein te zetten. Dus je moet je voorstellen, dat is dus nu geüpdate in deze route. Dat elk derde sein aan de rechterkant, staat er één sein aan de linkerkant. Even toeteren voor de onbewaakte overwegen af en toe. Wat grappig is dus, dan heb je dus een sein. Dan heb je één sein niks. Dan heb je bij het volgende sein aan mijn kant heb je een voorsein. En het sein daarna is weer een gewoon sein. Dus nou, in totaal sparen ze er, ik denk, drie seinen mee uit. Dus qua kosten hebben ze weer lekker uitgespaard. Het scheelt in totaal drie seinen of zo. Daniel, is die zooi al in dienst? Ik heb een cabinevideo gezien van vrij recent. En daar was het in dienst, volgens mij. Of het kan ook zijn dat er nog kruisen boven de zijde hingen. Maar in ieder geval, je kon al wel zien wat het zou gaan worden, zeg maar.
Weet je, en dan denk ik bij mezelf, weet je, leg dan gewoon dubbel enkelspoor aan. Weet je, dan ben je klaar en hoef je niet later nog weer seinen. Je moet je voor seinen weghalen en zo. Dus ik zat me eigenlijk een beetje plaatsvervangen te ergeren. Weet je, het is gewoon op de verkeerde plekken bezuinigen. Weer een onbewaakte overweg. Af en toe even toeteren. Trainspotter Emil, dankjewel voor je abonnement. Hij zegt hallo aus Deutschland. Dankeschön voor dein abonnement. Dat is mijn beste Duits, dat zul je moeten doen. Ons zijn is geel, dat betekent waarschijnlijk dat wij station Veien naderen. Ja, hier hebben we het verkenbord. Rustig afremmen voor het station. Nou, we kunnen al zien waar we moeten stoppen. Dat is bij dat rode lampje daar. Ietsje te hard geremd. Nee, maar wat ik zei, ik vind het op de verkeerde plaatsen bezuinigen. Weet je, als je er meteen dubbel enkelspoor van maakt, dan heb je het maar gehad. Weet je, dat derde spoor in Olst verwijderen. Ja, het wordt nooit gebruikt. Ja, maar weet je, die ene keer dat je het wel nodig hebt, als de Berlijn wordt opgeleid of als er meer treinen worden opgeleid, dan is het ineens handig om te hebben. Maar daar wordt niet aan gedacht. Dat wordt, weet je, dat is een omleiding, dus dan kunnen ze ook over het vertraging rijden. Want het is toch een omleiding, dus dan hoeven we niet op tijd te rijden. Ineens of zo. Station Veien bereiken wij een minuut te vroeg wederom. Hier komt onze tegentrein, ook een DDZ. Hallo. Zijn veilig. En op station Veien wordt altijd gekruist in principe door de treinen. Dat is heel onhandig als je gaat spotten, want dan heb je dus een uur nodig om van beide kanten een plaatje te maken. Dat is heel vervelend, want dat duurt dus heel lang. Weet je, normaal kan je even naar de andere kant lopen. Dan kan je daar je camera op zetten en dan komt de trein eraan, weet je wel. En hier kan dat dus niet, omdat ze van twee kanten tegelijk komen. Ze vertrekken ook tegelijk. Op naar station Zwolle, 14 kilometer is het rijden. Dus hop hop, tractie erop. Oh, de IJzerlijn is zeker een mooie route, Dutch Train Vent. Het is helemaal geen slechte route. Het is nog steeds een route die stamt uit het 32-bit tijdperk. En dat zie je er ook wel aan af, want het is daarom juist heel zuinig gebouwd. Maar dan op een goede manier.
En niet op zijn ProRails. Zo, 130 km per uur. Ik haal de tractie eraf. Ik laat hem lekker rollen. En we gaan kijken of we nog op tijd in Zwolle zullen komen. Deze rem. Pas te proberen. Always Rem, dankjewel voor al je sound bits en alerts en weet ik veel allemaal vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Drive-bytje doen dan, we hebben toch genoeg kilometer over. Even kijken, gaan we even hier staan. Ja, en voor de rest laten we even eerlijk zijn, jongens. Kijk, als je even kijkt naar deze spoorlijn. Er rijden 2 treinen per uur overheen. Waarom is dit in vredesnaam dubbel spoor? Even door te gaan over de sanering. Iedereen zit wel van waarom is het geen dubbel spoor? Maar ja, heb je het nodig? Nee, eigenlijk niet. Zelfs als er een hoop wordt omgeleid, dan passen ze nog doorheen. Ja, breng ze niet op ideeën, ja. Nou, het feit dat ze er net zijn op de linkerkant hebben gezet, dat denk ik niet dat ze het zomaar gaan saneren. Niet zeg. Ja, met dubbelspoor Olsdeventer. Maar Klipneer, je zegt wel dat je dubbelspoor Olsdeventer nodig hebt voor een sprinter. Maar je hebt geen dubbelspoor nodig. Dat kan nu ook al. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen dat je naar Den Helder dubbelspoor moet aanleggen. Is hartstikke leuk, maar je hebt het niet nodig. Want je kan daar al elk kwartier rijden. Nou ja, wil je de frequentie nog meer verhogen? Ik denk het niet. Het enige wat je dan niet meer kan is extra treinen erdoor jagen. Maar ja, dan hef je gewoon 1 trein op in Schagen en dan laat je die extra treinen door. Ja. Dan zet je het gewoon in de netverklaring. Ja. Ja, er past ook een omgeleide ICB tussen. Maar weet je wat het voordeel is van het stukje Olst-Deventer? Er staan op beide kanten B-seinen. Dus dat is een dubbel enkelspoor. Dus je kan daar gewoon 2 treinen op achter elkaar aansturen. Dus als je de ICB wegstuurt, dan kan de Intercity er meteen achteraan. Dus je kan wel met meerdere treinen tegelijk rijden, zonder dat je heel veel vertraging krijgt voor de andere kant. Het is niet zo dat er geen seinen tussen staan. Anders moet je wachten tot de trein binnen is. Moet de volgende weg, moet je wachten. Weet je wel. Nu kan je er gewoon op, 3 achter elkaar, weet je wel. Intercity, stoptrein, goederentrein. Nou ja, aan de andere kant, dan wacht je 5 minuten, komen ze alle 3 voorbij en dan stuur je de volgende groep erop. Dus in dat opzicht is er nog capaciteit zat. En dan wat ik dan bedoel te zeggen is, waarom zouden we geld verspillen aan dubbel spoor, waar we eigenlijk niks aan hebben, terwijl we dat op andere plaatsen juist wel kunnen gebruiken. Amsterdam Centraal Wissels. Sorry, zeg ik dat hardop? We rijden nog 100 km per uur. Hoe ver is het op de Zwolle? Oh, 4,5 kilometer. Dan rijden we makkelijk. Ja, Amsterdam heeft helemaal geen wissels nodig, joh. En geen internationale treinen. Precies, spoorlijn naar Bunschoten. Bunschoten aan zee. Oh nee, Bunschoten am Meer.
Am IJsselmeer. Of nee, Markermeer is het daar zelfs volgens mij. Onder, onder Lelystad. Kan je met extra Duitse treinen gaan rijden naar zee? Links het bordje ATB, dat binnenkort dus in het echt niet meer nodig is. Nou, ik hoef niet te remmen, want we rijden al 100. 95 rijden we nu. Afremmen naar 60. Ik zet hem op remstandje 2, dat moet voldoende zijn, denk ik. En zo komen wij langzaam maar zeker bij onze eindbestemming in de buurt, en dat is station Zwolle. Hier kunt u overstappen voor de richting Amersfoort en Utrecht en Rotterdam. Alsmede de richting Leeuwarden. Alsmede de richting Groningen. Alsmede de richting Wierden, Almelo, Enschede. Alsmede de richting Kampen. Alsmede de richting Lelystad, Almere, Amsterdam Centraal. Als ik nog een richting vergeten ben, u kunt er waarschijnlijk ook naar overstappen. Niet zeuren. Volgend station is station Zwolle. Eindpunt van deze trein. Er wordt alle verzocht om uit of over te stappen. Station Zwolle. Emmen ben ik nog vergeten, ja. Blauwnet trein. Ah, goed, Blauwnet, hè. Het is maar Blauwnet. Lars Koevoet vindt het makkelijker om op Amsterdam Sloterdijk over te stappen. Ja, maar de Intercity direct stopt op Sloterdijk. Dat is zo vervelend. 40 km per uur. Links nog een ICNG in de testuitvoering. Leuk om die even te zien. Slagje Roosendaal, ja. Maar ja, als de route er was, dan zou ik wel een slagje naar Roosendaal rijden een keer, hoor. Geen enkel probleem. Als ik er maar de tijd voor heb. Daar komt Daniel. Gaan wij binnen of gaat de flirt winnen? Links nog een virpje. Ja, wat jullie hier zien is nog steeds de oude situatie van Zwolle. Wil je de nieuwe situatie bereiden? Dat kan. Moet je eventjes de route het noordoosten van Nederland downloaden. Hé, hey. Jij rijdt te snel. Ja, ik kan ook maten bij uitzetten en sneller rijden, Daniel. Zeg maar dat je dan weer moet vals spelen om te winnen. Dat vind ik dan weer zo onsportief, weet je wel. Station Zwolle, eindpunt van deze trein. Netjes bij de 6. De sprinter naar Zwolle en staan wij mooi binnen. Oh, wat staan we mooi binnen. Even een plaatje van beide treinen naast elkaar. Frontseintjes vastwisselen, want deze trein die gaat weer de andere kant op. En dat zal hij doen met een andere machinist. Moet je daar gaan, hè? Nou heb ik dus 100% EZR gereden vanaf wij. Opgetrokken naar 130 en toen gerold bij het leven. En ik ben 2 minuten te vroeg. De bestemming van de test ICRG is wel mooi. Nou, gaan we het wel even loeren. Waar gaat hij heen? Naar Vinkenhorst.
mooie eindbestemming. Een ICM voorbij. Ook op weg naar Zwolle. De Jules. Dat is de meetrein. Hier nog een ICRG. Naar Hoek van Holland Strand. Dat ding hier in vredesnaam opgekregen, man. Pas precies. Mis alleen nog een buffeltje naar Kampen. Helaas. Zonder problemen station Zwolle bereikt. Tijd om een ander treintje te nemen. Scenario voltooid. Gemaakt door Stefan. Stefan, dankjewel dat je dit scenario voor mij hebt willen maken. Dat is de verkeerde DDZ. Dit is de goede DDZ. Dat je dit scenario voor mij hebt gemaakt. Het scenario is te downloaden op Dutchims als je het zelf zou willen rijden. Volg mij op mijn YouTube kanaal en volg mij ook op mijn Twitch kanaal als je een keer live mee wil kijken. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video.